De groep Nederlands-Marokkaanse jongeren die bij extreem gewelddadige overvallen en liquidaties betrokken is, is veel groter dan tot nu toe gedacht. Het gaat volgens de recherche niet om tientallen, maar om honderden jongeren. Dat meldt de Volkskrant. Velen van hen proberen in Marokko onder vervolging uit te komen. Maar dat is dankzij een nieuw verdrag tussen Nederland en Marokko niet meer mogelijk. Een team van de OVSE is weer op weg naar de rampplek van vlucht MH17. Het gaat om een verkenning van een nieuwe route naar het gebied. Eerdere pogingen om de rampplek te bereiken liepen op niets uit, omdat in het gebied wordt gevochten. Argentinië dreigt voor de tweede keer in 13 jaar failliet te gaan. De onderhandelingen tussen de Argentijnse regering en twee Amerikaanse hedgefondsen lijken te zijn mislukt. De fondsen willen dat het Zuid-Amerikaanse land 1 miljard dollar terugbetaalt. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een proces tegen Obama gestemd. Obama zou zijn macht hebben misbruikt tijdens de invoering van een nieuwe zorgverzekeringswet. Hij zou de wet hebben veranderd zonder tussenkomst van het congres.